gelukt. Vorige week maandag stopte mijn printer ermee. Bij het printen van een desktop support voor de PL386 ontvanger van Texon. Nou, je ziet, hier is die blijven staan. Op zich had ik hem kunnen gebruiken. Dit is de vandaag geprinte versie die helemaal compleet is. Kijk, op zich was hij wel bruikbaar geweest, maar het is niet mooi met die ruitjes aan de voorkant. Je ziet dat hij niet af. Kijk, hier moet ik nog het materiaal, het overtollige materiaal verwijderen. Maar hij is mooi gelukt. Dit is op een lage resolutie. Maar dat was voor dit ontwerp goed genoeg, leek het. En dat lijkt inderdaad zo te zijn. Niettemin heeft hij 11 uur erover gedaan om deze te printen. En hij is nu bezig op de hoogste resolutie om een onderdeel voor een seinsleutel te printen. Die seinsleutel vond ik erg mooi, een kleintje is het. En hij kan bovendien in het volledige formaat van de printer geprint worden. De meeste van die seinsleutels, onder andere heb ik een andere geprint, die vind ik niet super mooi. Die kon niet in het formaat van de printer zelf geprint worden. Deze is zo klein dat dit is de onderplaat, die past gewoon op het bed van de printer, van deze printer. Die is maximaal 15 bij 15 bij 15 centimeter. En dat werkt dus. Waarom de hoge resolutie? Die doet er zo'n 5 tot 6 keer zo lang over dan de resolutie waarmee deze geprint is. Dus je kunt je voorstellen hoe lang het geduurd zou hebben als ik deze op de hoge resolutie had willen printen. En zoals die eenvoudige sleutel, die ja, hij is niet zo groot. Maar, en bestaat uit 4 onderdelen. Dus ik heb sleutels gezien die uit 20 onderdelen bestaan. Misschien dat ik er daar nog wel eentje, maar die kan ik eigenlijk alleen op halve grootte printen met deze print. En dan wordt hij wel erg klein. Ik vind die wel erg mooi, het is heel mooi ontwerp. Maar of dat een succes is met de helft in de halve grootte. Ik hou wel van kleine seinsleutels. En die uit de 3D printer, als die inderdaad goed seint, die dingen zijn natuurlijk hartstikke licht. Dus dat is ideaal om mee te nemen. Dus als dit sleuteltje goed print, goed seint, ja, dan zou ik er ook echt wat aan hebben. Ik print hem in beginsel voor mijn vitrinekastje waar ik wat low-cost sleutels in heb. Ik heb niet de hele grote verzameling. Ik heb er wel eerder filmpjes van op YouTube gezet, hè. Dat zijn sleutels. Je kunt sleutels kopen van 700, 800 euro. Ja, dat vind ik gekke werk. Wel als ik dat als enige sleutel zou gebruiken, maar ja, nee. Ik ben gek op kleine sleuteltjes, omdat ik veel aan portabel werk doe. En dat ook heel leuk vind. En het is leuk als je het kan meenemen. En een van die sleuteltjes, daar kan ik ook mee zijn als ik hem op mijn bovenbeen heb. Hè. Dus ik kan over de tv zitten en als ik aan het station hoor, retour komen. Flat blokje op de andere bovenbeen en USO's maken. Maar goed, zijn sleutel dus. En voor de Texon. Die Texon die komt er dan hier zo verticaal in te staan. Ik zag trouwens dat in het originele ontwerp de maker een aparte beugel had, die ik nog niet heb kunnen vinden. Waardoor dit wat groter is uitgevallen, maar waarschijnlijk past die met de tas, met de Texon in de tas daar gewoon in. Hier kun je de accu in plaatsen, dat vind ik nog niet zo echt nodig, want die blijft bij mij eigenlijk altijd in het apparaat zitten. Maar als je een extra accu hebt, ja, dat ding werkt maanden op een accu, dus waarom zou je een extra accu hebben? Maar en hier past dat T-antennetje in, en dat is wel weer handig. Die kun je hier in de, dan raakt hij ook niet zoek, dus dat is wel handig. Dus je gaat deze zeker gebruiken. Dus ja, dit is de eerste concrete volgens mij waar ik ook echt een goede toepassing voor heb. Ik had eerder een kabelhaspeltje, maar die was toch wat klein om te gebruiken. En dit lijkt het eerste item waar ik ook echt... En ik heb me voorgenomen toen ik die vervangende printer had een week geleden. Dat ik vooral dingen zou gaan printen die ik ook echt gebruik. En daarvoor was het gewoon uitproberen. Voor het bedrag wat de printer kost is het natuurlijk niet... Niet gek als leergeld. Hè. Als ik een cursus 3D printen neem, ben ik al snel meer geld kwijt. En ik heb hier ongelooflijk veel meer van geleerd, kan ik vertellen. Qua frustratie en ergernis ook, dan wanneer ik een cursus gedaan zou hebben. Hè. En het kost minder tijd. Dus, nou ja, mooi allemaal. Zo heb elk voordeel zijn voordeel. Kijk, en hier kun je die oude zien, waar ik niet heel zo serieus alles uitgebroken heb. Omdat ik, ja, dat ding ga ik toch niet gebruiken, niet dat ik weg uiteindelijk. Maar hier kun je zien hoe het materiaal, ik zal die andere er nog even bij pakken, hoe het materiaal er eerst uitzag. Kijk, hier zie je het zitten. Dat kun je er dus uitbreken. En dan ziet het er zo uit, hè. Net als
voor die T-antenne. Kijk, hier past dus dat stokje van de T-antenne in. Maar er moet netjes afgewerkt worden. Maar het ziet er zo uit. Nou, dit kun je vrij makkelijk met je handen. Bij deze zat ook wat vast, dus ik heb een punttangetje gedaan. Maar op zich kun je meestal met je vingers gewoon, het zit helemaal niet zo vast, kun je dat wegbreken. En dat is nodig omdat printers geen overhangende stukken kunnen printen. Dus er moet een support geprint worden op de plek. Bijvoorbeeld, ik had dat bekende beeldje met het hondje waar ik ook een video van heb. En daar zit er zo'n steun onder de kin van het hondje. Nou, ik verheug me hier erg op. Ik ga dit of voorzichtig, want ik wil niet nog een keer zo lang printen. Ik ga het heel voorzichtig eruit breken, netjes afwerken. En dan nemen we hem in gebruik. Als het past. Maar het past vast wel.